Welkom bij de eerste uitzending van Compassie, een maandelijks programma waarbij we in verbinding staan met Oost-Europa. De situatie in veel landen waar ComovNL werkt is uitzichtsloos. Armoede, een hoge werkloosheid, oorlog en corruptie zorgen voor veel problemen. Ook in het afgelopen jaar hebben we bij ComovNL weer veel van deze situaties gezien en gehoord. Maar wat zijn de effecten van de hulp die wij mogen bieden in de landen waar we werken? En is er perspectief? We gaan in gesprek met Gerben Heldoorn, directeur van ComovNL. Welkom in de studio. Dankjewel. Een nieuw programma dus, Compassie. Kan je misschien kort vertellen waarom? Ja, wij hebben al allerlei manieren waarop we in contact staan met de mensen hier in Nederland die betrokken zijn bij ComovNL. We delen verhalen over ons werkgebied. Maar we merken dat mensen gewoon heel benieuwd zijn naar de achtergronden van de hulp die we verlenen, de achtergrond van de landen, van de mensen die we helpen, betrokken zijn met de christenen in Oost-Europa. En vandaar dat we met dit programma juist ook de verbinding tot stand willen brengen tussen mensen daar en mensen hier, om die manier nog meer van ons werk te kunnen delen. Ja, en waarom dan de naam Compassie? Ja, Compassie is eigenlijk ook wel een knipoog naar de naam Kom over en help. Tegelijk geeft het aan dat we in een ander gebied, dat we in een gebied werken anders dan Nederland. Hè, daar zit het woord kompas in. En het zegt ook iets over het begrip barmhartigheid, wat voor ons in ons werk heel erg belangrijk is. Ja, en jij bent de eerste gast zeg maar in dit programma. Kan je misschien al vertellen of wie er nog meer gaan komen? Nou, wat we belangrijk vinden is vooral achtergrondinformatie geven over de landen waar we werken. Dus er zullen deskundigen aan het woord komen over bijvoorbeeld het communisme, over Oost-Europa. Maar ook mensen die kunnen vertellen over het begin van ComovNL. Bijvoorbeeld Karsten Vries, onze oud-directeur, die zal vertellen hoe ComovNL begonnen is. En ook hoe de ontwikkeling door de jaren heen gegaan is. En daarnaast proberen we mensen die iets kunnen delen over het werk in Oost-Europa hier in de studio te krijgen, zodat mensen daar meer beelden bij krijgen. Ja, mooi. Nou, vandaag trappen we dus af. We willen kort even een schets geven van de landen waar we werken. Kan je kort vertellen in welke landen wij actief zijn? Ja, ComovNL werkt in Albanië, Armenië, Georgië, Oekraïne, Moldavië en Oezbekistan. Dus dat zijn de 6 landen waar wij werken, allemaal communistische of ex-communistische landen. Ja, en we werken daar met een reden. Er zijn veel problemen. Zijn die problematieken dan ook hetzelfde in die landen of verschilt dat echt per land? Ja, je ziet overeenkomsten en verschillen. Als ik bijvoorbeeld Georgië, Armenië noem, daar zie je echt wel andere problematieken als in Oekraïne, Moldavië bijvoorbeeld. Oezbekistan heeft natuurlijk weer zijn hele eigen problematiek met de christenvervolging. Dus er zijn een aantal dingen, ja, je zou zeggen generalistisch, maar er zijn ook verschillen. De dingen die je net noemde als werkloosheid, kinderen die problemen hebben, de ouderen die problemen hebben, dat zie je eigenlijk in al onze, in alle landen van ons werkgebied terug. Ja, het zijn dus landen waar allerlei problemen zijn. Dat heeft een ontstaansgeschiedenis. Hoe kan dat? Nou, wat ik al noemde, het communisme heeft daar echt enorm veel gevolgen tot op de dag van vandaag. Mensen die vaak niet zelf hebben leren nadenken, waarvoor gezorgd werd. Hè, in die tijd ging het met de mensen eigenlijk goed, er was geen vrijheid, maar ja, iedereen had een baan, er was inkomen. Nou, toen het communisme viel, zag je eigenlijk dat mensen in hun eigen levensonderhoud moesten voorzien en eigenlijk niet goed wisten hoe ze dat moesten doen. Ja, en die gevolgen zie je tot op de dag van vandaag. Ja, en is dat dan ook de reden dat er zoveel Nederlandse organisaties juist daar ook werkzaam zijn? Want soms kan je erover verbazen hoeveel Nederlandse organisaties ook echt daadwerkelijk daar bezig zijn. We proberen ook echt een stuk afstemming te zoeken met organisaties. En het is waar dat er veel Nederlandse organisaties actief zijn. Tegelijk proberen we de hulp af te stemmen. En zijn we ook bijvoorbeeld wel met lokale overheden in contact van hoe zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en dat we hen ook betrekken bij projecten. Een voorbeeld daarvan is dat we op dit moment in Moldavië bezig zijn om uitbreiding te laten plaatsvinden van een gehandicaptenopvang. En dat door de contacten met de overheid, de lokale overheden hebben gezegd, nou dan zorgen wij dat de weg naar het centrum toe opnieuw wordt geasfalteerd. En is de burgemeester van het dorp echt heel erg betrokken op de ontwikkeling van dit nieuwe centrum. Dus op die manier proberen we ook de overheden te bereiken met de hulp die we via onze partnerorganisaties verlenen. Ja, ik denk dat het heel erg mooi is hè, dat Nederlandse organisaties dat werk ook doen. Wat wij regelmatig ook al horen is van, ja, moet de overheid niet die taak op zich nemen? Dat doen wij nu, zeg maar. Ja. Is dat een
reële opmerking? Nou, het is wel terecht dat de overheid op zijn verantwoordelijkheid steeds gewezen moet worden. Tegelijk zien we dat ze het niet altijd doen. Ja, en dan kunnen we niet toe blijven kijken dat mensen die hulp nodig hebben geen hulp krijgen. Dus daarin werken we met onze lokale partnerorganisaties samen. Maar wat ik al zei, we proberen wel de overheid heel erg aangesloten te houden op de projecten die we doen. Ja. Nou, we hebben een korte schets van die landen, daar hebben we het over gehad. Dan is het ook wel heel belangrijk van welke hulp is daar nodig. Welke problematieken spelen in die landen? Nou, werkloosheid is een belangrijk probleem. De kindzorg, veel kinderen ook wel in instituties, in kindertehuizen. Veel sociale wezen waarvan de ouders bijvoorbeeld naar het buitenland zijn vertrokken en kinderen nu bij of opa en oma of in een tehuis worden opgevangen. Er zit veel sociale emotionele problematiek bij kinderen. De ouderen is echt een kwetsbare doelgroep in Oost-Europa. Maar bijvoorbeeld ook wel de groep tienermoeders, de groep mensen die verslaafd zijn. De sociale voorzieningen zijn gewoon vele malen minder dan hier in Nederland. En ja, ja, eigenlijk zie je al die groepen, wat kwetsbare groepen zijn en waar wij proberen een beker koud water te bieden. Ja. Nu zijn er dus veel Nederlandse organisaties daar ook werkzaam. Welke dingen vindt ComovenHelp juist belangrijk in die hulp? Nou, voor ons is zelfredzaamheid, om daar uiteindelijk naartoe te werken, het meest belangrijk. En dat is ook voor ons een hele belangrijke focus in de hulpverlening, dat er altijd toegewerkt wordt naar een vorm van zelfredzaamheid. Dat kan betekenen dat op een gegeven moment een vader van een pleeggezin zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. Dus door middel van een klein familiebedrijfje waar wij dan via onze partnerorganisaties mee helpen, dat hij een familiebedrijfje kan beginnen. Dus die poot werk en inkomen is voor ons belangrijk. Daarnaast educatie voor kinderen. Hè, onderwijs is belangrijk voor de toekomst van kinderen. Daarbij ook het geestelijke aspect, dat ze bijvoorbeeld in de opvang een Bijbelverhaal horen, dat ze betrokken worden bij de zondagschool. Dus dat het niet alleen voor het hier en nu is, maar ook voor hun leven met God. Ja. Dus dat educatie als tweede aspect en de maatschappelijke zorg, echt voor de doelgroepen die hulp nodig hebben, maar waar ontwikkeling naar zelfredzaamheid moeilijker is. Bijvoorbeeld de ouderen die ik al noemde. Ja, die mensen hebben gewoon eten nodig, die hebben een sociaal vangnet nodig. Dus die drie gebieden zijn voor ons heel belangrijk. Dus echt educatie, werk en inkomen en maatschappelijke zorg. Ja, en kun je van een van die drie voorbeelden daar ook een concreet iets van noemen? Ja, een voorbeeld van werk en inkomen wat gekoppeld is aan maatschappelijke zorg is een ouderenopvang in Moldavië. De mensen krijgen eten, er werd al brood gekocht bij de bakker, wat niet echt heel gezond brood was. En op een gegeven moment zeiden ze, waarom bakken we eigenlijk niet voor ons project ons eigen brood? Dus met een klein startkapitaal bakken ze daar nu hun eigen brood. En bakken ze zelfs meer brood, verkopen ze ook brood in hun dorp. En op die manier zie je dat en de mensen in het dorp gezond brood krijgen, en dat een deel van het project gefinancierd wordt vanuit hun eigen activiteiten van de bakkerij. Ja. Nou, daar zie je die doelstellingen eigenlijk dan bij elkaar komen. Ja. Dus je creëert eigenlijk waarde voor veel meer mensen. Dat klopt. Ja. En nou, ook Igor, een jongen van 8 uit Oekraïne, die 3 dagen per week na schooltijd naar de naschoolse opvang gaat, die daar geholpen wordt bij zijn huiswerk, want zijn ouders moeten allebei werken. Dus thuis is niemand om hem te helpen. De kinderen krijgen heel veel huiswerk. Nou, ze moeten ook daar gemotiveerd worden om hun huiswerk te doen. Ze horen een Bijbelverhaal, ze krijgen een goede warme maaltijd. Nou, en op die manier wordt ook echt gewerkt aan sociale vaardigheden van kinderen. Dus ja, wat voor hun toekomst echt belangrijk is. Ja, mooie voorbeelden van het werk wat ook gebeurt. Dat lijkt soms misschien wel vanzelfsprekend, maar we hebben ook een moeilijk jaar achter ons. Hè? De coronacrisis en alles wat daarbij speelt. Het is dus een onstuimig jaar geweest. Kan je misschien vertellen welke uitdagingen we toen juist gezien hebben? Ja, je zag bijvoorbeeld de naschoolse opvang moest allemaal dicht. Mensen konden niet meer naar de opvang, de ouderen bijvoorbeeld. Nou, wat we hebben gezien bij onze partnerorganisaties is heel veel creativiteit. Dat ze toch op allerlei manieren de allerarmsten hebben geholpen. Wat ik al zei, door de mensen thuis te bezoeken, door zorgpakketten te geven, door de kinderen educatiemateriaal thuis te bezorgen. We hebben meegewerkt aan een tijdschrift waarin ook aan kinderen op kindelijke manier werd uitgelegd aan welke voorzorgsmaatregelen ze moesten houden. Dus vooral doordat er heel veel creativiteit bij onze partnerorganisaties was, ja, hebben we de hulp kunnen intensiveren, hebben we ook meer kunnen doen, ook omdat Nederlandse gevers veel meer middelen gaven dan anders. Het is voor ons echt een jaar geweest waarin we heel veel inkomsten, veel meer dan anders, hebben binnengekregen. En daardoor ook veel meer projecten hebben kunnen ondersteunen. Ja. Ook juist ter verlichting van de pijn rond de coronacrisis. Ja.
Dat is ontzettend bijzonder, hè, dat is doorgegaan. Heeft het er wel voor gezorgd dat wij op een andere manier hulp zijn gaan bieden? Of zijn er voorbeelden van? Nou, we konden natuurlijk sowieso niet reizen. Dus we konden niet op die manier met onze partners in contact blijven. Dus dat is allemaal via de online manier gegaan. Daarin zijn de contacten wel geïntensiveerd. En wat wij hebben gezien bij onze partnerorganisaties, door heel creatief na te denken, kunnen we het werk op een andere manier doen, dat er uiteindelijk veel meer kinderen zijn bereikt. Een voorbeeld is dat een van onze partnerorganisaties zei, nu komen nu veel meer kinderen thuis te zitten. Dus de sociale zorg en druk in de gezinnen neemt toe. Die hebben een programma opgezet voor social workers, dus sociaal werkers, maatschappelijk werkers van de overheid en hun eigen onderwijsgevende. Die hebben ze preventielessen gegeven over hoe herken je nu bijvoorbeeld kindermishandeling en hoe zorg je voor een goed pedagogisch klimaat ook thuis. En uiteindelijk zijn daar dus heel veel gezinnen en maatschappelijk werkers mee bereikt. Dus je ziet dan op een andere manier dat er uiteindelijk heel veel is, dat we heel veel hebben kunnen doen. Ja, ontzettend mooi. Kan je misschien kort schetsen van wat een hoogtepunt of een dieptepunt juist is geweest in het afgelopen jaar? Nou, Die dingen liggen heel erg dicht bij elkaar. Als wij van onze partnerorganisaties hoorden dat er bijvoorbeeld echt geen medische materialen waren in de ziekenhuizen. En dat mensen daar terechtkwamen, van de IC's hebben ze sowieso al niet gehoord. En dat dan een partnerorganisatie een rol kan spelen om te zorgen dat het verpleegkundig personeel en de artsen met beschermingsmiddelen kunnen werken. Dat is dan zo'n voorbeeld waarbij je echt van betekenis bent voor de mensen daar. Ik noemde al de kinderen in de onveilige thuissituaties waar van alles voor gedaan is. En dan, dat je dan echt ziet dat er hoop is geboden in die moeilijke periode. Dat er thuisondersteuning was, dat ouders er niet alleen voor stonden, maar dat ze wisten van de mensen van de naschoolse opvang die kunnen ons adviezen geven, die kunnen ons helpen. En op die manier zie je echt dat er daarin echt heel toegewijd door onze partners is gewerkt. En dat zijn in moeilijke situaties, eigenlijk de dieptepunten die je noemde, waren dat toch ook hoogtepunten. Ja. En dat is heel mooi om dat van je partners te horen. Ja. Nu zitten we alweer een poosje in het nieuwe jaar. Corona is nog steeds niet weg. Hoe kijk jij naar het nieuwe jaar? Ik kijk toch wel echt hoopvol naar 2021. Niet als ik kijk naar de omstandigheden in de wereld en helemaal niet als ik kijk naar de noem het corona-omstandigheden in de landen waar we werken. Vooral ook doordat de medische zorg zoveel minder is. Aan de andere kant hebben onze donateurs ons in 2020 ondersteund om veel hulp te kunnen bieden. En we verwachten dat ook voor 2021 zal zijn. Ook omdat, neem maar het vaccineren, maar ook de hulp in Oekraïne of Moldavië gewoon veel later op gang komt. En dat de noodhulp en het er zijn voor de gezinnen, voor de kinderen, voor de ouderen, echt in 2021 ook nodig zal blijven. Om te midden van die moeilijke omstandigheden van die er al zijn in de landen en dan ook nog het coronavirus, dat we hopelijk echt op die manier het verschil kunnen maken voor een heel aantal kinderen en gezinnen. Ja, bijzonder. Dank voor je toelichting ook, Gerben Heldoorn, onze directeur. Dit was Compassie voor deze keer. In de volgende uitzending spreken we met Oost-Europa-deskundige Jacques Bazen. Vind je deze uitzending nou leuk? Deel het aan mensen. Geef een duimpje. En kijk ook vooral de volgende keer. Tot dan. Dag.